De traditionele wandeling van AZ gaat niet door de prachtige binnenstad van Thessaloniki, maar over de boulevard van Perea Beach. Waar overigens weinig te beleven valt in december. Het maakt de spelers niet uit, want vandaag staat vooral in het teken van rusten en voorbereiden op de wedstrijd. Een voorbereiding die gisteravond begon tijdens de afsluitende training in het stadion van PAOK. Opvallend aanwezige oud-voorzitter Dirk Scheringa. Ja, AZ zit gewoon in je hart. Ik ben in 78 was ik al sponsor. En in 1990 werd ik hoofdsponsor. En vervolgens vicevoorzitter en toen 16 jaar voorzitter. Ja, dat betekent dat AZ helemaal in je hart zit. En u erevoorzitter, maar bovenal supporter van AZ? Nou, ik ben erevoorzitter, wat heel mooi is. Maar ja, je geeft gevraagd en ongevraagd je steun. En ja, je probeert gewoon als supporter te genieten. En je hoopt dat AZ heel veel gaat winnen natuurlijk. Met Scheringa op de tribune trapt AZ vanavond om 9:05 Nederlandse tijd af.